Suriname, bedekt met 93% bos, staat op de voorgrond van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Met de uitgestrekte groene landschappen en de toewijding aan het behoud van de natuur vertegenwoordigt Suriname een lichtbaken in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Dit was de krachtige boodschap die de directeur van Milieu, Ritis Sarju, afgelopen week meegaf tijdens de 19e sessie van het VN Forum over Bossen, UNFF19. Our National Red Plus Strategy, our network of protected areas and our ongoing policy reform demonstrates Suriname's unwavering dedication to sustainable forest management. Yet, we cannot achieve these goals alone. The triple planetary crisis poses a challenge that demands global solidarity and partnership. Suriname, like many developing nations, has limitations and significant debt burden that constrain our efforts. To truly unlock our potential as a global leader in forest conservation, we urgently need scale up financing and technical support. Sarju benadrukte dat Suriname enkele prioriteitsgebieden heeft voor de komende periode. De groene financiering is een van deze belangrijke prioriteiten. Sarju zegt dat Suriname pleit voor innovatieve financieringsmechanismen, initiatieven voor schuldverlichting en regelingen voor betaling voor ecosysteemdiensten. That adequately recognizes and rewards the contribution we make to the global climate mitigation and biodiversification. Capacity building. We seek to strengthen our capacity in forest monitoring, reporting, and implementation of sustainable forest management practices. International technical assistance and knowledge sharing would be invaluable in this regard. Community-centered approaches. Suriname recognizes the vital role of our indigenous and tribal communities as stewards of our forests. We prioritize their equitable participation in forest governance, ensuring that benefits derived from our natural resources are shared inclusively and sustainably. We believe that by empowering nations like Suriname, we empower the planet. Suriname roept ontwikkelde landen op om samen te werken in partnerschap voor bosbehoud met financiële steun en expertise. Sarju wijst erop dat Surinames visie een toekomst is waarin bossen gedijen, biodiversiteit bloeit en mensen in harmonie met de natuur welvaren. Hij roept op om deze visie te realiseren, niet alleen voor Suriname, maar voor alle komende generaties.